van de Kurkens Rusland, de Hartsvermeer hier verdedigen in Oostenkerke. Ze zijn al jaren lang van de partij in de organisatie van de Oostenkerkse Kustprinters. Met een speciaal hart voor de wielersport. En trouwens, een van de die vroegtijdig de wedstrijd verlaten, die worstelen met wat een 7 à 8 minuten wachten op het officiële startsein. Ja, startsein wordt gegeven in het peloton, bestaande uit 97 dames, slechts zich op afloop om deze opdracht aan te pakken in Oostenkerke. Een wedstrijd over 13 ronden. Eerste premie aan het einde van de tweede ronde. Der keer voor Maaike Volspoel op 6 ronden voor het einde. Nog 6 ronden, de voorsprong terug voor een keer. 23 seconden, 28 seconden, 28 seconden. Nog 6 ronden, dames. Wordt dat geen makkie.
En de startkeer, die horen wordt net niet door nummer 24, dat is Jolien Doren. Ja, met de toetraf naar de spurtersbenen, Jolien Doren. Haalt het hier gemakkelijk dan het tweede gedeelte van de peloton. Met 53 vooraan en 53 is Elien de Rover uit Velderbos. Maar allemaal maar voor de ere plaatsen, want de top 3 wordt in wat. Ja, dat is ze. Mascha Pijnenborg, die een fles heerlijke drank nog aan krijgt. En de kussen van de voorzitter, Chris van Leeuwen. Ook bloemen voor de winnaar. Hij heeft handen tekort om alles in ontvangst te nemen. Mascha Pijnenborg uit Drunen, Nederland. Op de tweede plaats, Lindsay Dubbel. Kussen van Omeijmergein. Een fles heerlijke drank, hommelbier en bloemen. Voor Lindsay Dubbel. De tweede plaats staat de Maaike Polspoel uit Wildwoorden. Overhand een fles heerlijke drank vanwege het feestcomité van het Duinkerke dorp. En bloemen. En nog een trofee erbij. Mascha Pijnenborg, Lindsay Dubbel en de Maaike Polspoel. Proficiat met jullie prestatie. En inderdaad, applaus voor die drie. Die worden onder vuur genomen door de handenleger. Ik zei het al, een sterke prestatie. Eerst met z'n vieren voorop gedurende 6 ronden lang. Dat is al een zware inspanning geweest. En nadien in de finale was hij er opnieuw bij. Samen met alweer die Maaike Polspoel en ook met Betsy Dubbel. En tenslotte had hij nog kracht genoeg om hem in de sneek te laten. Formidabel, weer een sterk zou ik zeggen. Ja, ik voel me goed vandaag. Ik ben zeer, maar ik kom ook blijven gaan. Want ik wist aan het einde, Maaike is dat natuurlijk ook van de eerdere ontsnapping. Maar ja, ik weet dat ze alle twee gast zijn aan de sprint. En Maaike viel aan, de les bleef dicht. Ik denk, en toen ik... We wensen nog veel succes en nog een applaus graag voor de winnares, de sympathieke Mascha Pijnenborg uit Drunen, Nederland.